Je solliciteert bij de stad Gent? Groot gelijk. Ik kan je precies vertellen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Voor de meeste selectieproeven moet je hier in de Stroom zijn, het gebouw aan de Zuid. Je fiets kan je hier achterlaten, bussen en trams stoppen vlakbij en je auto kan je parkeren in Parking Zuid. Eenmaal binnen meld je je aan bij de balie. Hallo. Hilde of een van haar collega's wijst je met plezier de weg. Oei. Ja. Voilà. Het is deze kant uit. Voor sommige functies leg je eerst een aantal computerproeven af. Die duren gemiddeld 1,5 uur, afhankelijk van de job waarvoor je solliciteert. Dit is de wachtruimte voor je naar het testlokaal gaat. De computerproeven meten je vaardigheden en competenties en peilen naar persoonlijkheid. Vergeet je bril niet. Alsjeblieft. Goed begonnen is half gewonnen. Ben je geslaagd, dan krijg je een uitnodiging voor de volgende ronde. Dat kan een schriftelijke of praktische proef zijn, of misschien mag je al meteen door naar het selectiegesprek. Voor het gesprek moet je in de selectielokalen om de hoek zijn. Zet je even in de wachtruimte tot het aan jou is. Neem gerust een koffie of een glas water, wat er ook helpt om je te ontspannen. Voor de mondelingenproef spreek je meestal met een jury van 2 tot 3 personen. Laat zien dat je goed voorbereid bent, zet je talenten extra in de verf en toon dat je echt gemotiveerd bent. Doet dat goed? Het zit erop! De beslissing van de jury moet eerst nog officieel goedgekeurd worden. Hou rekening mee dat de volledige procedure een 3-tal maanden kan duren. Maar nu is het aan jou. Veel succes! Deze had precies minder gelukt.